Goedemorgen en welkom weer bij deze nieuwe morning setup. En wat goed dat je besloten hebt om wat tijd te besteden om een kwartiertje te verbinden met je lichaam en op die manier heel lekker hopelijk je dag te starten. En waar ik vandaag de morning setup op samengesteld heb, is om meer innerlijke vrede te ervaren. Dat is denk ik iets wat bij tijd en wijle we allemaal kunnen gebruiken. Misschien zit je in enorme turbulentie. Sowieso hoef je het nieuws maar aan te zetten. Of alle berichten over hoe het gaat in de wereld. Bij mij komt dat in ieder geval enorm op me af. Dus innerlijke vrede is waar we het vandaag over gaan hebben. En ik ga er weer bij staan, maar dat wil niet zeggen dat je dit per se staand moet doen. Want je kan deze morning setup ook zittend doen. Speciaal voor Marja, van wie ik weet dat ze moeite heeft met staan. En goedemorgen. Dus als jullie zover zijn, dan nodig ik je uit om lekker te komen staan of zitten dus. Ik neem een beetje afstand. En het eerste wat je mag doen is jezelf even comfortabel neerzetten. Dus misschien vind je het fijn om je voeten op heupbreedte te hebben. Misschien zelfs nog wel iets wijder. Voel maar wat voor jou nu goed zou voelen. En terwijl je positie inneemt, kijk eens of je onderaan je voetzolen het contact met de vloer kunt voelen, of met de aarde, meer beter gezegd. En merk dan op hoe je ademhaling gaat. En als dat goed voelt, leg je één hand op je onderbuik en één hand op je hart. Ik leg mijn linkerhand bij mijn hart en mijn rechterhand bij mijn onderbuik. Check dan of je je stuitje naar de aarde gericht hebt. Dus als je dat van de zijkant zou zien, dan is dat naar beneden in plaats van naar buiten. Dus je liezen zijn zo recht als je kunt. En merk dan op of je ademhaling naar je buik kan gaan en of je hand dan meereist met deze ademhaling. En zonder er heel diep over na te denken, probeer je om 4 tellen in te ademen, 4 tellen uit te ademen. En dat doen we 3 keer. En wat we dan gaan doen, is het verbinden van ons onderbewustzijn met ons bewustzijn. En hoe we dat doen, is door op 2 plekken van ons hoofd de handen te leggen. Dus wat je mag doen, is even wrijven. Ik zie dat er nog een... Nee, beeld is aan. En wat je doet, is... Je pakt je linkerhand en die leg je op het midden van je schedel. En daar voel je, als het goed is, een hard plekje. En dat harde plekje, dat laat je naar beneden. Dan laat je je vingers naar beneden gaan. Totdat je een zacht gebied voelt. En daar leg je je vingers. En dat zachte gebied, dat is je hersenstam. Dat is het oudste deel van onze hersenen. En dit is waar alle automatische processen plaatsvinden. En waar ook alles van het onderbewustzijn is opgeslagen.
En met je andere hand leg je je vingers op je voorhoofd. Precies in het midden, want dit is de plek van onze prefrontale cortex. De plek waar al het bewustzijn, alle bewuste beslissingen gemaakt worden. En door op deze manier je handen op die beide plekken te leggen, verbind je als het ware je onderbewustzijn met je bewustzijn. En maak nu verbinding met het concept vrede. En hoe dat er voor jou ook uitziet. Het kan zijn dat je er meteen een beeld bij hebt of een symbool. Het kan ook zijn dat je dat lastig vindt. En alles is goed. En als je het lastig vindt, laat dan gewoon de klank vrede even resoneren. En na een paar ademhalingen schud je je handen even los. Haal even diep adem. En dan doe je het andersom. Dan pak je je rechterhand en die leg je op hetzelfde plekje als net. Je pakt je linkerhand. En maak eerst contact aan deze kant. Dat kan zijn dat dat heel anders aanvoelt. Ja, zoals jullie ongetwijfeld weten, hebben we 2 hersenhelften. Allemaal met verschillende functies. En dit is eigenlijk ook een andere manier om die hersenhelften met elkaar in verbinding te brengen. Dus er zal ongetwijfeld een dominant deel zijn. Een deel wat je veel gebruikt en een deel wat je minder gebruikt. Dus dat verklaart het verschil in het verbinden met de andere kant. En als je contact kunt voelen met je beide vingers, vingertoppen aan beide handen, maak dan weer opnieuw contact met het concept vrede. Misschien zie je allerlei vredige omgevingen. Misschien heb je een beeld, vredesduif, groot hart. En als je het lastig vindt om hier contact mee te maken of om dit te voelen, dan laat de klank vrede resoneren. En wat je ook kunt doen is jouw hoofd helemaal opvullen met licht. En na een paar ademhalingen laat je het allemaal weer gaan. Laat je het helemaal, schud maar van je af. En wat we dan doen is eventjes je schouders rollen. En dat doe je door je schouders naar je oren op te trekken en dan naar achter te rollen. Terwijl je lekker diep ademt. Adem in. En adem uit. En als je dat een paar keer gedaan hebt, dan draai je het om. Dus dan kom je van achter naar voor. En wat je ook nog kan doen, is om en om je schouders rollen. Dus kijk eens of het lukt om je handen, je armen recht te houden en alleen je schouders te doen. Dus niet je arm zo optillen. Maar echt je schouder omhoog en draaien. En als je dat fijn vindt, kan je ook iets meer je torso erbij gebruiken. En dat sluit al heel mooi aan bij de volgende beweging die we gaan maken. Dat is namelijk om in te ademen. En op de inademing als het ware wat meer ruimte in je borstkas te maken. En op de uitademing weg te duwen. Dus van de zijkant ziet dat er als volgt uit. Adem in. En adem uit.
En doen we nog een paar keer. Adem in. En ik maak die uitademing met een zucht, met wat geluid. Als dat goed voelt voor jou, nodig ik je uit om dat ook te doen. Want geluid maken stimuleert namelijk het parasympathische zenuwstelsel. Het deel van ons zenuwstelsel wat maakt dat het rustig wordt, dat we in de herstelfase komen. De laatste keer. En voel heel eventjes na in je lichaam hoe het nu voelt. Misschien voel je wat tintelingen bij je nek en je schouders, omdat we dat net even losgerold hebben. Misschien voel je warmte in je armen, je handen, in je buik. Wat het ook is, kijk eens of je er een naam aan kunt geven aan je lichaamssensaties. En dan heb ik nog één oefening voor jullie. En ik even kijken of ik nog tijd heb. En die gaat als volgt. Je ademt in. En dan draai je naar een zijkant. En laat je handen wijd gaan bij het uitademen. En dan adem je weer in. En dan doe je het aan de andere kant. En hou je handen, je armen heel zacht. En kijk maar hoe ver je kan gaan met je torso. Moet niet pijn doen. Op de uitademing kijk je naar de achterkant, naar de prachtige bergen. Vandaag niet zoveel mist. En laat dan je handen en je armen steeds iets hoger gaan. Zoals het goed voelt voor jou. Wat kan helpen is zorgen dat je voeten niet uitgedraaid zijn, maar een klein beetje ingedraaid. En op de draaiing buig je iets je knieën, zodat je niet je benen verdraait met deze oefening. Het moet heel zacht aanvoelen, alsof je door water gaat. Dat doen we nog 3 keer. En voel met elke ademing hoe je meegaat met de stroom van het leven. Drie keer aan elke kant, had ik er niet bij gezegd. Ja, dit zijn de laatste 2, 1 aan elke kant. En tot besluit, laat je je handen van onder uit vanaf je schaambeen omhoog, bovenop elkaar, helemaal naar boven leiden, over je keel, over je gezicht, over je haar, tot helemaal zo ver als je kunt komen met je handen. En dan laat je ze daar heel even rusten. En schud maar los. En wat die laatste oefening deed, is eigenlijk zorgen dat alle energie de goede kant op gaat. Dus je mag het voor de zekerheid nog 2 keer doen. Het kan heel licht. En ik stopte bewust eventjes bij mijn kin, omdat daar als het ware het eindpunt zit van een van de meridianen. En als je daar je energie even bewust als het ware met een sleuteltje op slot zet, dan
bescherm je je als het ware tegen allerlei ongewenste energieën, tegen allerlei, het nieuws, energie van andere mensen, noem maar op. En we zijn aan het eind gekomen van deze sessie weer. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt, dat je je fijn voelt. Als je het leuk vindt, laat wat achter in de chat. Ja, ik zie het. Dankjewel voor deze sessie. Ja, en dank jullie wel dat je de tijd hebt genomen om erbij te zijn. Om die tijd voor jezelf uit te sparen. Ik wens je een fantastische dag. En met heel veel innerlijke vrede. En graag tot de volgende keer, hè. Dag allemaal.